In de fundatie staat een stukje van ons How to Survive a Democracy pop-up museum. En dat is onderdeel van het Iron Curtain Project, waarin we eigenlijk onderzoeken wat de rol van het IJzeren Gordijn op hedendaags Europa is. En dit is een van de pop-up installaties die we aan de hand van dit project, of naar aanleiding van dit project, hebben gemaakt. En hiermee reizen we door Europa. We verbaasden ons heel erg dat opeens in Hongarije en in Polen er zeg maar, best wel weer gestemd wordt op populistische leiders. En dat eigenlijk, dan realiseer je maar 30 jaar geleden hebben jullie dat afgeworpen. Dus hoe kan dat dan, dat dat zo is? En tegelijkertijd zie je natuurlijk overal in Europa, maar ook in Nederland, dat er populistischer wordt gestemd. En toen dachten we, maar wat is eigenlijk de waarde van onze democratie? Waar zit nou, valt daar iets in te beschermen? Toen zijn we eigenlijk gaan nadenken van, nou ja, wat zijn dan de onderwerpen? En daarin hebben we een pop-up museum gemaakt, waarbij we aan de ene kant eigenlijk een serie portretten laten zien van mensen die leefden in een Europese dictatuur, met de vraag, wat was jouw strategie om te overleven? En aan de binnenkant eigenlijk een soort democratisch laboratorium te maken, waarin bezoekers zelf kunnen uitzoeken, vinden wat voor hun democratie is. Niet voor niks dat we bedenken van, hey, je moet aan deze poster moet je gaan trekken, je mag hem omdraaien, je mag eraan zitten. En dat is eigenlijk de boodschap, ja, er is werk aan de winkel, jij moet het doen.